Dag meneer Malfin, de draak van het Belfort staat hier voor het shoppingcentrum. Wat is uw bedoeling? Ach, mijn bedoeling is mensen bewust maken over iets. Ik wil dus ergens de kinderarmoede aan de kaak stellen, omdat ik vind dat mensen moeten terug kunnen vergissingen maken, maar dat ze toch wel uit de vergissingen leren om dus toch dingen beter te kunnen doen. Dat is ergens mijn doelstelling en dat wil ik dus ook in de kijker plaatsen. U stelt een beetje het onderwijs nu in vraag, precies. Ja, voor een deel. Ik ga dus geen verwijten maken naar de instellingen of naar het beleid toe, maar ik wil toch wel iets toch in de kijker stellen. En dat is dat onze maatschappij zodanig snel gaat. Wij zoeken allemaal achter goede, als ondernemers, achter goede mensen die dus kunnen in ons deelnemen aan onze arbeid. En dat is een dik probleem, omdat naar mijn gevoel, mijn persoonlijk gevoel, dat de jongeren de kans niet krijgen om vergissingen te doen. En het idem geldt voor de scholen zelf als voor de leraars. Je moet kunnen mislukken, maar je moet uit je mislukkingen kunnen leren om dan nadien iets nieuws te kunnen maken. En dat is daar ook bijvoorbeeld het resultaat van. Ik zie dat u draak een ei gelegd heeft. Dat zal een bedoeling hebben. Inderdaad, een ei, een drakenei. We hebben dit drakenei 25 jaar geleden gemaakt. Uit mijn creatieve idee is dat naar voren gekomen. En dat is gedeponeerd, maar ik wil het nu ter beschikking stellen van de kinderarme moede. En de opbrengsten daarvan, een deel daarvan, zal dus gaan naar de verschillende instellingen die daar willen op aanspraak maken. En we denken ook onder andere aan de warmste week. Ik weet dat zo'n ei lang moet gebroed worden. Komen er nog kleine draakjes? Ja, dat zou nou wel kunnen. Dat wordt nog een Hans verhaal. Wij zijn er echt mee bezig. Met verschillende met BV's en ook mensen uit de mediasector. En we willen daar echt wel iets van maken, zodat iedereen daar een goede boodschap aan heeft. En dat het positief kan zijn voor de maatschappij in feite, laat men zo zeggen.